denkt het te kunnen. Maar hoe maak je nou echt mooie foto's en is het nog mogelijk om origineel te zijn? In het nieuwe programma Snapshot stoomt oud-fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Berg kinderen klaar voor het vak. De eerste aflevering gaat over cringe. Jan Dirk is hier samen met vlogger, cringer en longboard skater Ragnar, a.k.a. Jezus. Chinko, zeg ik het goed? Ja. Chinko, Jezus, ja. Jezus is zojuist gaan zitten. Ja, je hebt Jezus Christus en Jezus Chinko. Ja, dus, maar ja. Ik dacht dat Pinkster met de Heilige Geest was, maar hij is hier gewoon neergedaald. Hartstikke fijn. Hey, leuk om er te zijn. Ja man, echt goed. En je ziet er lekker uit. Leuk programma. Jan Dirk, fotograaf, et cetera. Jij weet dingen. Ik wil niet te boomer klinken, maar wat is cringe? Ja, daar moest ik zelf ook even aan wennen, maar dat is eigenlijk de mooiste emotie als we het hebben over zeggingskracht en impact die je kan voelen als je naar een foto kijkt. Okay. En bij kinderen is dat echt het ding. Dus bijvoorbeeld als je vader jouw TikTok-dansje na gaat doen en hij zet het op Facebook met de tekst felt cute, might delete later. Dat is echt vaak cringe. Super cringe. En als je zelf op een foto staat op een manier dat je denkt, zo wil ik niet op de foto staan, dat kan ook wel behoorlijk cringe zijn. Ja, ik had vorig jaar een fietsongelukje, had ik geen voortanden meer. En toen dacht ik, dat leuk voor me op mijn Insta-stories. Maar dan, ja, ik dacht, leuk die sweepertje vibe die je dan hebt. Ja. En toen had ik nul reacties, behalve mijn beste vriend, die zei, gast, please. Ja, niet dus, doen. Ja, en dat is dus, jij vindt het dan nog leuk. Maar je merkt dat iedereen met plaatsvervangende schaamte aan de andere kant zit te kijken van, oh. En als je met iemand aan tafel zit, gehuld in een gele helm, met minimaal 3 camera's, waarvan 2 op mij gericht, heeft dat ook nog een bepaalde emotionele lading? Ja, totaal. Ja, ik ben voor deze serie ben ik als een soort van Freek Vonk van de fotografie in het beeldmakersbos gaan kijken wat voor exemplaren er te vinden zijn. Naast jou zit Jezus, of Ragnar. Wat los van het feit dat je nu aan het filmen bent, wij zijn nu live op welk kanaal? Mijn Instagram. Op jouw Instagram, Jezus Chinko naar ik aanneem. Huh? Ja. Zeg maar gewoon Ragnar. jij filmt, fotografeert, God mag weten wat je aan het doen bent, ongeveer alles in je leven. Waar ben jij? Nu ben je hier, maar waar bevind je je? Waar kom je vandaan? Niet alles hoor. Nee, maar veel. Waar kom ik vandaan? Ja. Ik ken een man uit 1 en die had maar 3 tanden. En die had altijd een overal aan en had een soort van, Efteling in zijn eigen tuin gemaakt met zelfgegoten. Van die beton zoveel groter. Wat kan die filmen, hè, jongen? Maar die gaf ons altijd, iedereen kreeg altijd één chocoladereep. Want er waren heel weinig huizen bij ons in de straat, in 1. We praten over 1. 1 is in Drenthe, in de buurt van... Wat? Norg. Ja, klopt, ja. Mooi. Misschien is het nog lastig te praten met iemand met een helm op en een longboard skateboard tussen zijn benen. Deze man, deze artiest, deze verschijning, ja, zit in jouw serie. Zeker. Ja, het ging over cringe. En ja. Dat is ook eigenlijk hoe je door anderen dom gevonden wordt. En Ragnar, of ja, Jezus Chinko, die heeft eigenlijk bedacht en ontworpen, en daar laaf ik mijzelf ook aan, dat als je met een dom vlaggetje, met een domme helm, met 5 domme camera's op een domme longboard het domme Drents platteland vastlegt, dat dan weer super cool is. Als jij, over straat gaan kijken mensen naar jou? Als het goed is wel, ja. Ja. En is dat een deel van wat jij doet? Wat wil jij vastleggen? Het leven of 1? Of wat, gewoon wat ik zie. En wat zie jij bijvoorbeeld? In, ja, 1 blijft een rare naam voor een plaats, maar het heet 1. Wat zie jij? Wat film je? Wat kom je tegen? Soms dan kijk ik, dan doe ik What's on the Side of the Road. En dan ga ik kijken wat er aan de kant van de weg ligt. Ja. En dan pak ik dat op. En soms, ik had laatst een plak ham gevonden. En van die handschoenen voor boeren die dan, zeg maar, voor het insemineren, zeg maar. Ja, ik ken ze. Bergpaardenmest, kan me nog herinneren. Klopt, ja. Deze man brengt dat in beeld. Ja. Hij filmt dat. Waarom zit hij in jouw serie? Wat zie ik in jouw serie die dit weekend begint? Nou, omdat het dus heel hoopgevend is dat je, als je iets doms doet, als je dat uitvergroot, dat die stip aan de horizon wel staat te stralen. Dat als je zoveel mogelijk domme dingen doet, dat het dan uiteindelijk toch weer cool is. Juist. Dus als mensen jou cringe vinden, dan ga je gewoon helemaal de pleuris cringen. Pak dat,
maak daar één grote cringebal van en dan ben je dus net zo cool als Jezus Cinco. Duidelijk. Heel veel kinderen, heel veel kids, jongvolwassenen, waar dat nog is, vanaf de basisschoolleeftijd tot daarna, ja, filmen en fotograferen zijn helemaal gek. Ja. Willen ook op een bepaalde manier op foto's staan. En dan praat je over, weet ik veel, duckface en flamingo houdingen. Klopt. Jij neemt hem mee. Wat leer je ze? Wat laat je ze zien in de serie? Nou, ik dacht eerst van, ik ga ze heel plechtig uitleggen. Van, oh, die beeldtsunami van tegenwoordig. Zoveel plaatjes waar je naar moet kijken. Maar dat is net alsof je een goudvis gaat vertellen dat hij in het water zwemt. Dat weten die kinderen gewoon allemaal. Gewoon de realiteit. Ja. Freek zegt, what's up? Juist, Freek is zijn volger. Ja. Dus vaak leerden kinderen mij ook dingen, hoe ik eigenlijk moet poseren. Of, bijvoorbeeld, ja, of je poses wel eens op zijn, of waarom we mooi vinden wat we mooi vinden. Waarom zit iedereen die ondergaande zon en die regenboog altijd te fotograferen? Is er niks anders? Ja. Worden kinderen, ik noem het kinderen, want ik weet juist de term niet, jongvolwassenen, kids, wat dan ook, worden die onzeker van, want er is heel veel beeldmateriaal, misschien ook dingen waaraan je aan je moet voldoen, dan zie je heel veel mensen op dezelfde manier op een foto staan. Terwijl ik denk, doe normaal, of zeggen, laat je zien zoals je bent. Ja, nou, ik heb jouw Instagram even doorgeploegd en jij fotografeert altijd 1/5 van je hoofd. Dat is het maximum wat mensen aan kunnen. Ja, dat is een stukje onzekerheid. Ja, dat zou kinderen dus nooit overkomen. Kinderen zijn eigenlijk veel zekerder met wat ze willen en wat ze over de schutting smijten dan ik had gedacht. Ja. Gaat het uiteindelijk ook over wat mooi is? Of waar gaat het eigenlijk de serie over die jij maakt? Het gaat over alle fotografievraagstukken. Het gaat over van waarom vinden we mooi wat we mooi vinden? Zijn je poses wel eens op? Hoe kan je best op een foto staan? Waarom gaan mensen altijd met hun hand onder hun kin poseren als er een camera in de buurt is? Omdat je tegen je onderkin natuurlijk. Of dat je er dan nadenkend uitziet. Ja. Semi-wetenschappelijk, ik doe het dan met 1/3 van mijn hoofd, wat meer kunnen mensen. Nee, heb je gewoon niet nodig. Heb jij nog, echt prachtig, ik ben blij dat we ook live op jouw kanalen waren, vriend. Ja. Heb jij nog potentiële fotografen des vaderlands getroffen? Want we praten ook vaak over gewoon kids met talent. Ja, nou ja, eigenlijk zijn ze alle vijf die we waarmee we hebben gewerkt, dat zijn, die weten de ontspanknop zo goed te raken. Daar word ik bijna een beetje beangstigend. Dan denk ik vaak zo, maar het past ook heel goed bij mij, want medefotografen zeiden altijd tegen mij van, ja, jouw onderwerp is altijd zo kinderlijk eenvoudig. Dus toen heb ik dat afgeschaald en denk van, nou ja, dan ga ik even met ervaringsdeskundigen die niet volwassen. Ja, ik dank Ragnar alias Jezus Cinco en natuurlijk Jan de Jong. De serie heet Snapshot is vanaf morgen elke zondag bij BNNVARA NPO 3 om 6:45 zo ongeveer. Dankjewel. Jezus, die echt een toffe vent is, zit hier zomaar live in dit café. En zoals iedereen van hem gewend is, kijken al zijn trouwe volgers mee. Jezus had zijn hele leven kunnen streamen, maar toen op Golgotha liet hij Insta thuis. Maar zijn reden, zegt hij, is een legitieme. Ik hing echt super cringe aan dat kruis. Spijkers met koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met koppen, we spijkeren je bij. Over dingen en daadjes op een onderzoek. Na 100 jaar, je zou denken dat is niet snel. Maar als je in december wat wil kopen, zie je die levertijden ook bij PostNL. Paulina heeft dat pakket verzonden. En track and trace, dat was toen nog geen trend. We hebben wel een hoer uit Haastrecht gevonden. Die stond als aftrekkende trace bekend. Spijkers met koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met koppen, we spijkeren je bij. Over dings en datjes op een onderzoek. Een bitter debat of een bijzonder boek. Spijkers met koppen. Hendrik de Jong, ook 100 jaar geleden, die tientallen vrouwen heeft misleid. Deed of hij heel veel geld had te besteden, maar heeft toen al die vrouwen gekastijd. Zo'n brute vent die vrouwen laat beven, een narcist die zijn omgeving zwaar bedreigt. Reken maar dat als zo'n man vandaag zou leven, hij meteen een NPO-programma krijgt. Spijkers met koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met koppen, we spijkeren je bij. Over dikjes en daadjes op een onderzoek. Thank you.
klappen, hè?